Goedemorgen. Welkom deze nieuwe week. Een hele bijzondere week, want we gaan een aantal van jullie weer zien. Schoolexamens gaan beginnen. En dat is natuurlijk spannend, maar wij hebben er ook zin in om jullie weer tegen te komen. Ik hoop dat je genoten hebt van je weekend. Lekker zonnig, op je balkon of in de tuin. Gekke tijden zijn het eigenlijk, hè? Is het mooi weer en je voelt je zo beperkt in je vrijheid. En daar wil ik het met je over hebben deze week, over vrijheid. Het thema is kies voor vrijheid. Kom je mee? Ja, zo gaat dat dus volgende week met de schoolexamens. 12 leerlingen maximaal in een lokaal. En ja, dan gaat het echt beginnen. En ik weet niet hoe jij dat vindt met zo'n toets. Je wordt beoordeeld door iemand. En als je niet goed je best hebt gedaan of het lukt niet, krijg je een onvoldoende. En als je allemaal onvoldoendes haalt, kun je niet over naar het volgend jaar. Dat voelt alsof jij afgekeurd wordt. En weet je dat heel veel mensen zo ook naar God kijken? Dat God iemand is die jou beoordeelt, die je veroordeelt en die je afkeurt. En dat is niet hoe God is. We zijn op weg naar Pasen. En Pasen is het feest van de vrijheid. En daar wil ik het met je over hebben deze week. Het is 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn. En dat vieren we binnenkort met z'n allen. En ik heb eens het verhaal gehoord van onderduikers die wisten dat ze vrij waren, maar die toch het huis niet uit durfden. En ik heb het zelf een beetje, als ik nu een film kijk in deze tijd en ik zie allemaal mensen bij elkaar, dan denk ik, joh, dat mag helemaal niet. Of ik zie mensen die elkaar een hand geven, dat is niet oké. Zo snel wen je aan die situatie dat heel veel dingen niet mogen. En zo lastig is het om daarna weer vrijheid echt te aanvaarden, erin te geloven. En zo zijn er mensen die niet geloven dat God een God van vrijheid is. En dat is die wel. Weet je, op Goede Vrijdag kwam er een einde aan jouw schuld. En op Eerste Paasdag was het begin van jouw vrijheid. En moet je eens luisteren wat daarover in de Bijbel staat. In Romeinen 8. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Als jij bij Jezus hoort, heeft God geen oordeel meer over jou. Dus als je naar God kijkt als een God van regeltjes, van wie je dingen niet mag en die je veroordeelt, heb je niet begrepen waar Pasen over gaat. Pasen is het feest van het leven en van de vrijheid. En daar kun je voor kiezen. En daar ga ik het morgen ook weer met je over hebben. Kies voor vrijheid. Hey, voor vandaag nog een mooie dag. Succes met je leerwerk. De voorbereiding van je schoolexamens bijvoorbeeld. Zet hem op. Het is deze week maar 4 dagen, dus dat scheelt. En ik zie je graag morgen. Doei!